Yo guys, welkom in een video met vandaag een kijkje op Frozen 2. Herinnert iemand het zich nog hoe dat Frozen 1 insloeg als een atoombom op de wereld? Iedereen had het over Frozen, iedereen was Let It Go aan het zingen, het was een heel groot feest. Toch voor de eerste week van release, want daarna werd het gewoon allemaal scheid irritant. Maar hey, hier zijn we 5 jaar later met Frozen 2. Ik heb hem gezien al 2 keer en ik heb er wel wat over te zeggen. Is hij beter als de eerste? Is hij slechter als de eerste? Hij is toch al divisive? Onder dat bewind van wie vindt hem beter, wie vindt hem niet beter. Er zijn een aantal mensen die namelijk denken van dat ze een beetje te ver zijn gegaan hiermee. En dat het niet meer voor kinderen is. En dat het gewoon allemaal een beetje te is. En dan heb je de mensen zoals mij die ervan houden dat ze meer verhaal en meer ding en het verhaal hebben gestoken. En dat het verhaal daardoor echt beter geworden is. Who are you? I'm Queen Elsa. I got this. Okay. It began with 2 sisters. I woke the magical spirits at the Enchanted Forest. Okay, that's definitely not what I thought you were gonna say. But promise me we fix this together, okay? I promise. Het verhaal is een degelijke step-up. Waar de eerste film gaat over liefde, vriendschap en zelfkennis, gaat deze over zelfkennis. Maar het verhaal gaat daarmee echt veel dieper en durft met momenten ook echt gewoon donker te zijn. De liedjes zijn minder catchy, maar ze zijn wel met meer betekenis en daar hou ik van. Dat is echt gewoon een supercompensatie. Verhaal 180 op 200. Anna en Elsa vind ik in deze film echt veel leuker. Ze staan me echt gewoon meer aan. Ook Olaf is niet meer zo heel irritant, want dit keer heeft hij heel wat goede funny lines en ook wel een super story arc. Hij is veel minder annoying dan in de eerste film. Christophe en Sven zijn wel sidelined en dat is wel jammer, maar wanneer dat ze op het beeld zijn, dan stelen ze de show en doen ze het perfect als personages. Personages 170 op 200. De film duurt niet extreem lang en gaat vlotjes door. Verhaal en spanning wordt goed afgewisseld met elkaar door muziek en de animatie is prachtig in deze film. Een echte step-up sinds de vorige film en gewoon in de 3D animatie film universe. Pacing en designing 140 op 150. De film neemt een aantal twists en turns die je mond doen openvallen. Tegen de derde act aan gebeurt er ook heel veel dat je gewoon nergens ziet afkomen. Surprisement 85 op 100. De acting zit in deze echt heel goed en de personages passen gewoon perfect bij wie dat ze spelen op het scherm. Acting 150 op 150. De critics waren op zich tevreden met deze film en geven hem een 64 op 100. Ik vond de film iets beter, ik geef hem een 45 op 50. Op Letterboxd ben ik zelfs nog vrijgeviger en geef ik hem 5 sterren en een hartje 55 op 50. Daarmee staat de totaalscore van Frozen 2 op een 889 op 1000, oftewel een 8,9 op 10. Heb jij Frozen 2 nou gezien? Laat weten wat je ervan vond in de comments er beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken en bye bye.